morning YouTube. Yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben de Lee Tenel. Zo schiet het natuurlijk niet op, hè? Nee, ik zeg bidibidibidi. Ja. Is niet goed. Good morning YouTube. Yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben de Lee Tenel, oftewel Jeff. Een vlogfit. Ja, het is nieuw. Er komen nog veel meer nieuwe dingen aan en dat ga ik je zo direct even vertellen. Als eerst, mensen met een kanaal, het is verstandig om mij even te gaan volgen. Ook heb je geen kanaal, is sowieso verstandig. Maar voor mensen met een kanaal is het verstandig om mij te volgen nou op Twitter. Want ik ga van de week een leuk bericht eruit sturen voor jullie. En dan komt dat helemaal goed. Oké. Ja, ik zei het al, hè, er komen een aantal leuke dingen aan. Allereerst wil ik nog eventjes vertellen dat mijn kanaal geen reclamebord is. Dus ga niet allemaal een berichtje achterlaten. Dat is mijn kanaal. En kijk er even naar, want daar begin ik er sowieso niet aan. Stuur mij gewoon privaat even een berichtje via YouTube. Hè? Dan ga ik nog wel kijken. Maar als jij gewoon een berichtje post bij al mijn reacties. Kijk naar mijn kanaal, kijk naar mijn kanaal, kijk naar mijn kanaal. Dan ga ik het zeker niet doen. En dan zal ik nooit contact met je opnemen of wat dan ook. Oké, laten we gauw gaan beginnen. Ik heb even een heel mooi lijstje gemaakt. Het is een nieuwe update schema. En ja, wat ik ga doen eigenlijk, ik ga me hier proberen aan te houden. En waarom proberen? Omdat ik wisseldiensten heb. Het is voor mij heel erg moeilijk om, dat ik eigenlijk altijd de dagen kwijt ben, is het heel erg moeilijk om me aan dat lijstje te houden. Maar goed, wat we gaan doen is, we gaan Trails gaan we natuurlijk uploaden. Dus een nieuwe serie doe ik samen met de King 177NL. En ja, die komt dan twee keer in de week. Wat ook komt twee keer in de week is MB3, Minecraft, Battlefield 3 komt ook twee keer, waarvan één keer gewoon met Ome Henk en één keer gewoon een Close Quarters ofzo. Bo 2 ga ik ook nog doen, tweemaal. Dat is gewoon een commentary en Live Capture the Flag vrijdag. Trailers. Ik ga ook trailers uploaden en dat doe ik ook één keer in de week. Gewoon één trailer, weet je wel, van een bepaalde game of map pack of weet ik veel wat. Dat komt ook allemaal wel goed. Dat ga ik nog ook even bespreken met de tussenpersoon voor mijn sponsor van Xbox Totaal natuurlijk. Ja, dat zijn dan alweer een aantal games wat ik ga doen. Minecraft, wat ga ik nou doen? Zo direct wordt er ook nog een stukje van opgenomen en dat gaat ook meteen online. Ja, ik denk dat ik ze zo snel mogelijk online ga gooien. Want Paul die wou vandaag ook nog trails online gooien. Dus het is een beetje strakke planning allemaal. En dat komt omdat ik niet goed gepland heb. Nou, dat komt ook door mijn werk. Maar goed, dus dat gaat allemaal komen. En wanneer precies weet ik niet. Ik heb het nu een lijstje gemaakt. MW3 doen we gewoon op een maandag met een trails. Op een dinsdag doe ik Minecraft en een Battlefield. Woensdag een Bo 2 video en een vlog video zoals deze. En donderdag een MW3 en een Battlefield met Ome Henk. Ja, dat lijkt me leuk. En vrijdag zijn we dan een Bo 2 en Capture the Flag en dan een trailer. En dan hebben we zaterdag Minecraft en weer trails. En zondag heb ik even niks ingepland omdat ik even mijn meisje nog moet vragen of zij een lange serie wil maken van zombies. Dan komt dat op een zondag. En ik wil een co-op serie gaan starten met, dat is op Battlefield 3. Samen met Pudina, met mijn maatje. Dus gisteren heb je al een nieuwe microfoon gekocht. Vandaag is zijn computer, of morgen wordt zijn computer opgestuurd en is hij hem 5 dagen kwijt. Want hij had wat problemen ermee. Hij had de ding nog geen 2 weken en het is nou al stuk. Maar goed, dat komt er allemaal aan. En dat gaan we ook allemaal doen. Wat ik ook nog kan doen is een Bo 2 hardcore. Of een, weet ik veel wat. Wat je ook nog kan verwachten op zondag is een Two Man Army met Fishinator samen natuurlijk. Ook een hele leuke serie. Ook vaak genoeg reacties van Jeff, ga daarmee door. Maar wegens een beetje tijdgebrek aan mijn kant en aan de kant van Vis. Dat komt ook eigenlijk een beetje doordat die party er eigenlijk tussendoor is gekomen. Hè? Die dat je tegen elkaar speelt. Hoe noem je dat nou? Toernooi. Ik heb hem, dankjewel. Ja, die toernooi die is er ook tussendoor gekomen. Dus ja, dan heb je gewoon vrij weinig tijd om dat allemaal te gaan regelen en te organiseren.
Dus dat is even het schema wat ik me nou een beetje aan probeer te gaan houden. Dat zeg ik, er kan nog wat ingeschoven worden. Misschien valt er nog wat vanaf en misschien komt er nog wat bij. Ja, oom Henk, ik heb een hele hoop leuke reacties gehad. Jef, ga daarmee door. Ik vind het echt geweldig. Ik moet ook zeggen, we hebben nu nou net 2 cd's gehad van hem. Zo gaan we naar de 3e cd. En het wordt eigenlijk alleen maar, het wordt echt alleen maar leuker. En het is echt een asociale kerel, weet je. Die ergens op een fletje, want tenminste, dat heb ik zoiets. En ja, ik vind het gewoon erg leuk. En Minecraft, dat wordt nieuw. Daar ga ik dus vanavond nog even wat van uploaden. Ik moest nog wat zeggen. Die trailers, ja, dat zijn gewoon nieuwe games of nieuwe map packs of weet ik veel wat. En wat daarvan uitkomt. Ja, ik probeer dat gewoon eenmaal in de week probeer ik dat te uploaden. Misschien gaat dat wel 1 keer in de 2 weken. Dus dat weet ik nog niet precies. Dat moet ik even bespreken nog. Maar ik zat even te dubben en ik zat zoiets van, nou, weet je wat, wat wil ik nou met mijn kanaal? En ja, dit is eigenlijk wat ik wil. Ik wil gewoon vaak gaan uploaden. Zoals jullie weten ook, is het gewoon 1 keer in de week, of 1 keer in de week, 1 keer op een dag deed ik meestal een videootje. En ik wil nu toch wel zo'n beetje naar 2 keer in de week gaan. Zoals Minecraft, ja, dat is op zich niet zo'n heel groot probleem. Want Minecraft kun je gewoon een uur filmen en dan kun je gewoon 3 gameplays van maken. Dus dat scheelt ook alweer. Ja, hoe lang de series moet worden, laat dat even weten, weet je. Daar bedoel ik mee, hoe lang moeten de video's worden qua tijd? Moet het een kwartiertje worden, 10 minuten, half uur, uur? Nou, dat lijkt me wel heel erg lang, maar ik denk zo'n beetje tussen de 10, 15 minuten dat het mooi zat is. Voor Battlefield, ja, dat loopt altijd uit. Battlefield zijn gewoon grotere potjes. Maar dan ga ik wel vaker uploaden, omdat het gewoon een hele vette game is. En het is gewoon zeker een aanrader om die aan te schaffen. Heb je hem niet, dan kun je gewoon even kijken wat het kost, weet je, om hem te downloaden. Dan ga je naar Xbox Totaal. Je ziet ook constant in beeld, zie je xboxtotaal.nl staan. En een kortingscode, nou die kortingscode vul je even in. Krijg nog een beetje korting ook en je helpt mij ook weer. Ja, dan kan je hem gewoon downloaden. Het is echt een hele vette game. Ik raad je ook meteen aan om premium te kopen. En dan heb je meteen alle maps. En ja, dat lijkt me gewoon heel erg vet, weet je. Of tenminste, het lijkt me heel erg vet. Het is heel erg vet, maar het lijkt mij erg vet om het via Xbox Totaal te doen. Oké, nou dit was het eigenlijk weer een beetje. Even over de vlogfits, wat ik wekelijks wil gaan doen. Dat is gewoon wekelijks een vlogfit. Daar ga ik wat dingen in bespreken. Hoe het verloopt met mijn kanaal. Of er wijzigingen zijn. Of er bepaalde dingen zijn. Gaat er een telefoon af? Wat ben je nou aan het doen? Dat ging niet helemaal goed, hè? Nee. Meer in een commentary. Wat een nooie. Nou, ga maar koken dan. Oké, zit ze te lachen daar. Jullie zien het niet, want ze gaat altijd buiten de beeld zitten, buiten de camera. Maar goed, ja, maar die vlogfit, wat ik daarmee wil gaan doen, is gewoon een beetje een informatievideo wat er gewoon gaat komen. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Volg mij op Twitter. Wat je ook nog kan doen is even in de beschrijving kijken, want dan zie je ook meteen even de link van Facebook. Facebook, ik doe er niet zo heel veel mee, maar af en toe deel ik nog wel eens wat. En ja, ik probeer er, ik zal eens even kijken of ik wat vaker dingen op kan zetten. Wel met acties van Xbox Totaal, dat deel ik ook altijd via Facebook. Maar ook af en toe nog wel eens op Twitter. Maar goed, check gewoon even de beschrijving, dan komt alles goed. En ik spreek jullie later. Ciao.